verdedig mensen die onder het goed willen kopen of willen verkopen. Dat zijn mensen die over heel grote fortuinen beschikken. Mensen die duur speelgoed aanschaffen. Mij verbaast het nog altijd dat mensen altijd grotere en grotere dingen moeten kopen terwijl ze het niet nodig hebben. Cliënten bij ons die proberen altijd te zoeken wat niemand anders heeft. Rekening houden met mijn ervaring, denk ik tot ze hier wel rond de 55 kunnen zitten en boven rekenen.